mensen. Ik word daar gek van, hè. Bij de uitgang, naast het herentoilet, staat momenteel Sint-Nicolaas opgesteld. Oh, ach, leuk. Nou, Sint-Nicolaas is opgesteld bij het herentoilet, hoor ik net van Harry. Wilt u niet steeds aan zijn baard trekken? Om te kijken of die echt is. Niet als een baard trekken. Ja. Niet als een baard. Die is gek hoor. Die is gek voor de... Nou ja, waar waren we ook alweer? Het eerste onderwerp gaat erin. De grootpad is het eerste onderwerp. We halen er even in. Kom op nou jongens, laten we nou eens gaan beginnen. Kom op nou. Ja, ik vind het toch zonde. En dan is het nu, dacht ik, tijd voor... Nee, hè. Attentie, attentie. Nou weer. Bij de uitgang staat een volledig betrouwbare Sinterklaas opgesteld naast het herentoilet. Smakelijk. Ik zeg dit even, omdat er voortdurend kinderen tegen hem zeggen... Nee, dank u wel. Ik mag geen snoepjes aanpakken van vreemde mannen van mijn moeder. Dank u. Belachelijk, hè? Die is gek, hoor. Die is gek, hoor. Heb u het gehoord, meneer Van Acht? Ja, kun je wel zeggen. Hè? Nee, hè? Krijg ik dat nou ook nog? Attentie, attentie. Nou nog. Bij de uitgang staat nog steeds Sint-Nicolaas opgesteld, ja. Naast het herentoilet. Stond hij net ook, ja. Wilt u, als u van een van de pieten pepernoten heeft gekregen, daar niet mee proberen de Sintse meid eraf te gooien? Dank u. Die is gek, hoor. Die is gek, hoor. Ja. De volgende artiest. En de volgende artiest, dat is... Nou, ik heb geen volgende artiest, Dik. Ik heb geen volgende artiest, wat krijgen we nou weer? Want ik dacht dat het misschien wel leuk was om met elkaar te gaan eten. Ach, leuk, Toos! Toos, we gaan eten, wat gezellig! Maar je lijn toch? We kunnen toch niet gezellig gaan eten met z'n... Nou weer. Attentie, attentie! Harry is dat, hè? Er zijn NCRV-stickers verkrijgbaar. Oh, NCRV-stickers. Bij de uitgang. En ook bij de ingang. Oh, dan ga ik gelijk even heen. Dank u. Ja. Wat is dit nou? Wat gebeurt er nou allemaal? Wat is er nou dwars door het programma heen? Dat is Harry's nieuwe functie. Harry's nieuwe functie? Wat is dat nou weer? Harry's nieuwe functie? Concierge. Wat concierge? Nou, dan zorgt hij voor de mededelingen en voor de telefoon en... Ja, maar dan gaat hij toch niet dwars door het programma zitten? Nou ja. Hoe zit hij dwars door het programma heen? Ja, natuurlijk. Een mededeling voor de zaal, want hoort thuis toch ook iedereen. Ik zal even met z'n allen gaan eten. Nee, we hebben geen tijd. We zitten bomvol met artiesten. Nokkie, nokkie, nokkie. Dan gaan wij intussen verder. Attentie, attentie. Harry weer. De stickers van de NCRV zijn niet meer verkrijgbaar bij de uitgang. Oh, wat jammer. Ik ben alleen niet... nog bij de ingang. Oh, het is goed dat hij het zegt, Dik. Het is goed dat hij het zegt. Dat is wel interessant, hè? Ja, nee, bon, dat is wel interessant, hè? Nou, dat weten we dan. Belachelijk, hè? Daar sta je allemaal op te wachten. Nee, hè? Nee, hè? Sorry. Opletten. Zowel de ingang als de uitgang zijn niet meer bruikbaar. Oh, hoor je dat? Ze zijn met NCRV-stickers dichtgeplakt. Oh. Ik word daar hysterisch van, hè? Nou, die man steeds met zijn handen. En ik dacht daarom wel dat het even tijd was voor een belangrijke mededeling. Nee, hè? Dat bedoel ik helemaal. Harry. Attentie, attentie. Oh, even luisteren, Bip. Bij de uitgang. Staat nog steeds een kraampje van de NCRV. Oh, als u zich nu opgeeft als lid van de NCRV, krijgt u alle nummers van het afgelopen jaar gratis. Oh, we krijgen alle nummers gratis. Alle nummers. Nou, wat snel even. Wij gaan vast, meneer Van Acht. Ja,
prima gaat u allemaal maar. Hè. Moet je nou kijken, jongens. Hè. Moet je nou kijken. Hè. Met al die hijs en al die druk. Dan zijn we alweer aan de tijd. Hè. Nee, hè. Oh, Dik. Harry. Attentie, attentie. Ja? De gelegenheid van de 450ste uitzending van het programma Losbast staat bij de uitgang. Het oudste NCRV-lid tentoongesteld. U kunt nu gaan kijken. Het oudste NCRV-lid is tentoongesteld. Leuk, hè? Het tentoongesteld. Dat het allemaal meegedeeld moet worden. Nou, het is weer gebeurd. Nee, hè? Attentie, attentie. Nou weer. Het oudste NCRV-lid dat bij de uitgang staat opgesteld ter gelegenheid van de 450ste uitzending van Losbast, ja, misschien wel, is zojuist omgevallen. Wil iemand gaan helpen? Wat is dat nou voor een omroep? Wat kan mij dat nou schelen? Klaar! Attentie, attentie! Nou nog. Bij de uitgang staat nog steeds het oudste NCRV-lid tentoongesteld. Wilt u daar geen rotte eieren en tomaten naar gooien? Hysterisch van die oproepen. Ik zal het even oplezen.